De Nationale Assemblée is gestart met de openbare behandeling van de begroting voor het dienstjaar 2018. Voor het eerst is de begroting als één ontwerpwet ingediend. De commissie van rapporteurs bestaat daarom ook uit 15 parlementariërs, allen vertegenwoordigers van de fracties in DNA. De voorzitter van de commissie is Amzat Abdul. Tijdens de vergadering zijn de verschillende DNA-leden ingegaan op actuele zaken, het beleid rakende. De fractieleider van de VHP, Chandrika Prasad Santokhi, had graag dat de commissievoorzitter zou aangeven dat wij in vergelijking met 2014 in een crisistijd zitten. En dat is die basic economy, namelijk als je in een crisis zit, je inkomsten zijn minder geworden. Wat ga je doen aan de kant van je uitgaven? Wat zijn je prioriteiten? En dat wil ik van je weten, en de regering. Hoe heeft u die criteria vastgesteld dat zoveel procent van die inkomsten naar de verschillende beleidsonderdelen, beleidsprogramma's gaan? En wat zijn de prioriteiten geweest? Want dat mis ik juist. Wat de criteria en de prioriteiten zijn. Dus ik vraag aandacht aan de spreker, zo niet de regering. Maar ik liet me even pakken door de interruptie van mijn geachte lid, van collega Gangaram Pandey, waar hij het had over toerisme. Want wanneer we niet eens in staat zijn om onze eigen fontein aan de Spanhoek, voorzitter, onze enige fontein te onderhouden, fontein dat er zo vies en vuil staat in december, dan weten we hoeveel aandacht en geld we investeren in sector toerisme, voorzitter. Maar ik had graag naar de spreker willen gaan waar het gaat om het rijtje van de ontwikkelingsprojecten dwars door de verschillende ministeries heen en die gebaseerd zijn op externe financiering. Omdat ik dan voor mijn oriëntatie wilde weten op basis van zijn analyse het zo gaat zijn dat een groot deel van de daar uiteengezette projecten of programma's vanwege die beschikbare leenruimte, dat die projecten gewoonweg niet haalbaar zijn. Het DNA-lid Raymond Sapoen vandaag bij de start van de begrotingsbehandeling voor het dienstjaar 2018. Het streven van DNA-voorzitter Jennifer Geeling-Simons is om tegen midden december de begrotingen afgerond te hebben, zodat die aangenomen kunnen worden.